Overweeg je BricsCAD aan te schaffen? Dan is het belangrijk om de licentie te kiezen die het beste past bij jouw situatie. In deze video leg ik je uit waar je bij de keuze op kunt letten. Er zijn drie zaken die van belang zijn. 1 is de variant die het beste past bij jouw werkzaamheden. 2 is het type licentie dat je kiest. En 3 is de gebruiksintensiteit. BricsCAD is verkrijgbaar in 3 varianten. BricsCAD, BricsCAD BIM en BricsCAD Mechanical. BricsCAD of BricsCAD Core, zoals het ook wel eens wordt genoemd, is CAD-software dat geschikt is voor algemeen teken- en ontwerpwerk. Het is net als alle andere BricsCAD-varianten gebaseerd op het DWG-formaat en daarmee uitwisselbaar met alle andere software die gebruik maken van het DWG-formaat, zoals bijvoorbeeld AutoCAD en AutoCAD LT. BricsCAD is beschikbaar als BricsCAD Classic, BricsCAD Pro en BricsCAD Platinum. BricsCAD Classic is eigenlijk de instapversie en is geschikt voor 2D tekenwerk in het DWG-formaat. Je zou het kunnen zien als de uitgebreidere variant van AutoCAD LT, maar hierbij is het interessante dat het ook beschikbaar is als kooplicentie en als netwerklicentie. BricsCAD Pro is geschikt voor 3D modelleerwerk. Voor veel mensen die de overstap willen maken naar 3D ontwerpen is het een hele mooie tussenstap. Er zitten verschillende functionaliteiten in, zoals materialen en rendering. BricsCAD Platinum bevat alle mogelijkheden voor 3D modelleren. Behalve de opties van BricsCAD Pro bevat deze optie ook diverse extra functionaliteiten zoals 3D constraints en vrije vormen. Je zou het kunnen zien als de uitgebreide variant van AutoCAD Full, maar dan veel voordeliger en bovendien beschikbaar als kooplicentie. BricsCAD BIM is ontwikkeld voor de bouwgerelateerde CAD gebruiker. Het bevat dan ook alle zaken die je hierbij zou verwachten, zoals 3D modelleren, materialen toekennen, renderen en detailtekeningen maken. En dit allemaal binnen het super uitwisselbare DWG bestandsformaat. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor importeren en exporteren van IFC bestanden. Kortom, het is een erg krachtig ontwerptool voor bouwbedrijven, architecten, interieurontwerpers en de toeleveranciers voor de bouw. BricsCAD Mechanical is een geavanceerd ontwerp- en modelleerpakket voor de werktuigbouw. Ook hierin zitten alle functionaliteiten die je hierbij zou verwachten, zoals sheet metal, bill of materials, assemblages en exportmogelijkheden voor CAM-systemen. Ook BricsCAD Mechanical is gebaseerd op het universele DWG-formaat, wat uitwisselen makkelijk maakt. Daarnaast biedt het ondersteuning voor diverse andere bestandsformaten, zoals stepfiles, IGS-bestanden en in combinatie met BricsCAD Communicator ook Inventor-bestanden. BricsCAD Ultimate biedt het beste van twee werelden, namelijk BricsCAD BIM plus BricsCAD Mechanical. Je hebt dan één pakket en één bestandsformaat waar je zowel bouwkundig als werktuigbouwkundig in kunt werken. Dit is het perfecte pakket voor bedrijven die werken op het scheidingsvlak van bouw en werktuigbouw. Alle BricsCAD varianten zijn beschikbaar in zowel een abonnement als een kooplicentie. Bij een abonnement betaal je een jaarlijks bedrag en heb je op elk moment recht op de laatste versie van de software. Stop je je abonnement, dan stopt ook je recht op het gebruik van de software. Bij een kooplicentie betaal je een eenmalig bedrag, installeer je de software op de computer en is en blijft de software voor altijd van jou. Voor een klein bedrag extra kun je maintenance afsluiten waarbij je het recht houdt op de laatste versie van de software op elk moment. Als laatste kun je kijken naar de gebruiksintensiteit. Want alle BricsCAD licenties zijn beschikbaar in zowel een netwerk als een standalone licentie. Heb je nog hulp of advies nodig bij de aanschaf van je BricsCAD licentie? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We helpen je graag verder.